de auto's in brand steken. Zoals al gezegd, in één auto zitten punten en alleen maar pallets. En als die eenmaal brandt, dan geef ik de man een seintje dat hij kan gaan blussen. Alleen dan op het moment zal ik aan de andere kant op gaan lopen. Dan heb ik het vermoeden dat ik ook heel nat ga worden. Dat kan niet wel eens goed doen. Ja, ook nog even. De onderwinnen, Henny. Ja. Oké. Goed, dames en heren. Hij gaat lekker branden. We laten hem even lekker branden. Ik ga even ergens anders staan. Het gevoel is groot dat ik hier redelijk veilig sta. Houd er wel rekening mee, mensen, dat de wind soms een beetje uw kant op kan komen. Helaas, ik kan daar niks aan doen. Maar we zorgen ervoor dat hij wel even lekker brandt. Dat dus ze al drie lekker branden. En als het dan zo is, dan krijgt iemand een centje mee. Zoals al gezegd, de dakmonitor zal met ongeveer 5000 liter water gaan blussen. Dat zal hij eerst demonstreren. Dan doet hij de kraan dicht en dan gaat hij met een bumpermonitor gaan spuiten. En die spuit ongeveer 2000 liter water. En dan laat hij even zien om ze allebei leeg te trekken. En dan met 7000 liter per minuut gaan spuiten. Ik heb laten vertellen dat er ongeveer 20.000 liter water in zit. Dus heel veel minuten kunnen we ook niet spuiten. Want dan is hij zo leeg. Goed, dames en heren, ik krijg mij het centje. Ik hoor dat hij het druk gaat draaien. En nou, Bram, wat zou ik zeggen? U ziet dat er behoorlijk veel kracht op staat. Ik zag zelfs een auto verbazen. Dit was de dakmonitor en dan doet hij even de bumpermonitor, 2000 liter. Oké, en dan laten we zien met beide. Nou, het is hier nog hartstikke droog. Komt ook zo te houden. Oké, dan vraag ik nog even aan de machinist om te laten zien hoe hoog dat ding kan spuiten. Want die heeft de kanon omhoog kan spuiten. Hoe hoog het water kan. Ik heb laten zien hoe hoog die kan spuiten, de beste man van de brandweer luchthaven. Doet hij even omhoog. Omhoog. Hoog, 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 hoog. Ja, dankjewel. En dit was hem. Zeer verwachten. Wij vonden de andere kant al veel leuker, maar helaas. Goed, dames en heren. Dank u wel, beste man. Hij is nog een klein breedje. Hij rijdt nog deze kant op. En dan pakken wij een water voor bij je dat. Hij brandt nog een klein beetje. Doe met een lage druk, binnen druk. Hij gaat weer in de kant weer, hè? Ja, kunnen we niet naar buiten, hè? Ja, ik dacht. Nou, als je met zoveel aan een breaking uit kunt krijgen en met zo'n grote auto. Ja, ik denk dat het aardig geluk is. Dan wil ik je allen bedanken voor het bezoek bij de Brand de X-Kreeg. Over 10 minuten willen wij de poorten gaan sluiten. Dan hebben we het voorzien. Heeft u nog een veranderde vraag? Nee.
kunt u geruststellen aan iemand met een rood shirtje. De stats zullen nog.